Hier zit heel veel winst. Hier kun je een bank opbouwen. Echt bijna in de figuurlijke zin van het woord. Marianne Schade is al jaren bezig iedereen te informeren over elektronisch toetsen. Oké, Marianne, je hebt 3 minuten en 12 seconden de tijd om ons uit te leggen waar in de toetscyclus de winst zit. Begin maar. Oké, de toetscyclus. Wat gebeurt er en wie doet het? Een toets begint altijd met een ontwerp. En dat ontwerp is afgeleid van een model van de opleiding of van de doelstellingen van het blok, didactische visie. Hier ligt vaak een hele hoop denkwerk onder door allerlei mensen van de opleiding. En degene die nu de toets ontwerpt, dat zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze toets. Dat zijn vaak de docenten. De items worden gemaakt door de vakdocenten. Of ze halen items al uit de itembank die er al is. Hier zit uiteraard winst als je items hergebruikt. Want in je ontwerp kun jij, de itembank kun jij een opdracht geven om ontwerpschema's van toetsen vast te houden. En dat scheelt dan veel werk voor de docenten. Maar er zit ook winst in automatisering als je zorgt voor een programma waarin docenten gemakkelijk items kunnen invoeren. Zodat het voor de docent mogelijk is om zich alleen te concentreren op de inhoud van het item. Vervolgens ga je samen die toetsen in elkaar zetten. Dan grijp je ook weer terug naar je ontwerp. Van hoe wou ik het ook alweer? De toets samenstellen, dat gebeurt heel vaak niet door de individuele docenten, maar door een klein groepje wat verantwoordelijk is. Vaak heet dat een toetscommissie. Hier zit ook winst als je ICT gebruikt, omdat je vanuit de itembank of van de nieuw aangeleverde items heel snel toetsen in elkaar kunt zetten. Als je die toets dan hebt samengesteld, dan ga je zorgen dat het hele circus in actie komt om die toets af te nemen. Dus toets laten drukken, surveillanten. En hier is de student voor het eerst in beeld. En vaak zijn docenten daar zelfs niet bij betrokken, omdat dat door surveillanten gebeurt, door mensen vanuit het onderwijssecretariaat, die dat hele afnemingsproces coördineren. Maar straks als we beeldschermafname hebben, is de winst enorm. Want dan kun je rechtstreeks uit de itembank toetsen klaarzetten en toetsen laten afnemen. Dus dan sla je die hele slag over van het naar papier en van papier weer vertalen, verwerken, dus het inlezen van al die papieren antwoordformulieren. En dan komt de toetscommissie weer in beeld met de vakdocenten die gaan kijken hoe ziet die toets er nou uit als ze hem analyseren en wat moeten we daarmee? De analysemogelijkheden met de digitale technieken zijn gigantisch. Het is eigenlijk niet meer een reële vergelijking die ik nu maak. Dus hier zit enorme winst in termen van kwaliteit van nakijken. En vervolgens vindt het formele proces plaats om de toets inderdaad geldig te verklaren. Dat inderdaad de examencommissie zegt van oké, deze toets is goed. De studiepunten die hier aanhangen kunnen toegekend worden. Het is een proces wat zonder de computer plaatsvindt. Wat ik wel vaak zie is dat de gegevens uit analysepakketten automatisch op lijsten worden gedrukt en automatisch worden ingevoerd in studentensystemen. Dus die slag is dan ook gewonnen. Vervolgens het evaluatieproces, waarin of de examencommissie of een kwaliteitszorgcommissie in beeld is, die kijkt of dat het hele proces naar behoren is verlopen. De grootste winst zit dus hier bij het samenstellen en bij het verwerken en analyse. Dankjewel, Marianne.